Het kabinet die heeft een historische stap genomen. Ja, er komen namelijk excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat melden Haagse bronnen onder andere aan RTL Nieuws. Ook komt er een fonds van 200 miljoen euro voor projecten die bewustwording creëren voor de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden voor publieke voorlichtingen en voor lespakketten op scholen. En ook trekt het kabinet 27 miljoen euro uit voor de bouw van een slavernijmuseum. Het is een unieke stap in Europa om als land excuses te maken en daar geld aan te verbinden. Naar verwachting zal het besluit over die excuses pas officieel naar buiten komen halverwege december. Dat is kort voor 2023 en dat is dan weer het jaar dat het precies 150 jaar geleden is dat de slavernij beëindigd werd. De gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht boden eerder al excuses aan. En ook de provincie Noord-Holland deed dat, de ABN AMRO en de Nederlandse Bank. En premier Mark Rutte heeft eigenlijk een draai gemaakt op dit onderwerp. Vorig jaar nog zei hij dat hij als historicus moeite had met excuses voor iets wat 150 jaar geleden gebeurd is. Maar nu komen die excuses er dus alsnog. Alleen over dat fonds, ja, daar is niet iedereen blij mee. Zo tweet de VVD-Kamerlid Pim van Strien er het volgende over. Als dit waar is, is het waanzin. Dit geld kunnen we beter besteden aan de toekomst in plaats van het verleden. Wat de VVD betreft is dit geen gelopen race. Kamer aan zet. Kati Piri van de PvdA reageert juist heel positief. Ze zegt, eindelijk komen er excuses voor het slavernijverleden. De ongekend vrede praktijken die tot op de dag van vandaag doorwerken in mensenlevens. En het is vooral van belang dat die excuses ook gemaakt worden in Suriname en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar dus, waar de misdaden zijn gepleegd. En Marieke Koekoek van Volt die is opgelucht. Ze zegt, als wij gezamenlijk het verleden erkennen, kunnen we ook gezamenlijk aan een toekomst bouwen. En daar horen excuses bij. Ja, meneer Schoonhoven, wat vindt u ervan dat het kabinet nu het voorbeeld lijkt te volgen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nederlandse Bank, ABN AMRO, Noord-Holland? Nou, ik kon me denk ik meer vinden in het standpunt dat Mark Rutte hiervoor innam. Over dat het toch wel heel ongemakkelijk is om excuses te maken voor iets wat 150 jaar geleden is afgelopen. Hè. Dus wat zich daarvoor afspeelde. Ja, niemand die dat meegemaakt heeft, leeft nog. Wat betekenen excuses dan? Excuses zijn dat iets je spijt. En dat wordt al gauw een soort gratis gebaar wat je maakt. Nou, als gratis je daar geen, is het in dit geval niet. Niet als je daar geld. Maar je kunt niet zeggen dat je spijt hebt voor iets wat je niet hebt gedaan. Dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Kun je niet spijt hebben van iets wat er in jouw verleden zich heeft afgespeeld? Ja, de vraag is alleen hoe ver ga je dan terug in dat verleden? En voor welke zaken wil je allemaal nog meer excuses aanbieden? Voor de heksenvervolging, hè? Daar was ook al sprake van dat daar excuses voor moesten komen. Dus ja, hoe ver ga je terug met je schuldig voelen over wat jouw voorouders al niet hebben gedaan? Wat vindt u dan van het idee om een fonds op te richten met dus 200 miljoen voor de, zodat mensen weten wat zich daar heeft afgespeeld? Ja, dan is het geen gratis gebaar meer. Nee, niet gratis in de zin dat het dan geld kost. Ja, het hangt natuurlijk vanaf waar dat geld aan besteed gaat worden. Als je daar goede doelen voor aanwijst, ja, nou, kan je daar weinig op tegen hebben, denk ik. Maar het principe moet je. Ben je verantwoordelijk voor wat jouw overgrootvader heeft gedaan? Dat blijf ik een moeilijke vinden. Het kabinet gaat natuurlijk niet over overgrootvader, maar hun voorgaande politici. Wat vindt u ervan? Ik begrijp deze argumentatie wel. Hè. Er zijn grenzen natuurlijk aan excuses dat je aanbiedt. Maar toch ben ik het eens met het kabinet. Omdat het niet gaat excuses aanbieden namens verleden. Dat is onmogelijk. Maar het gaat eigenlijk het morele bewustzijn van een natie. Kijk, er zijn mensen die daaraan behoefte hebben. Dat deze overheid hard, luid en duidelijk zegt dat was fout. Nou, dat kan gezegd worden. Ik bedoel, als je kijkt, geschiedenis van alle excuses in Nederland. Een collega van mij heeft het uitgezocht. Voor de meest bizarre, eenvoudige dingen. De Nederlandse regering heeft zijn excuses aangeboden. En ik kan me heel goed voorstellen dat je hier ook zoiets doet. Maar ik ben het eens met de stelling dat je moet wel een grens trekken. Hoewel Rooms-Katholieke Kerk, Johannes Paulus II, op de drempel van 21ste eeuw had de mea culpa uitgesproken, ook voor heksen, vervolging van homoseksuelen, andere denkenden. Maar goed, historische bestaan van Katholieke Kerk is anders dan de Nederlandse overheid, die sinds 1500 bestaat. Maar op zich, weet je, waar ik langzaam al last van krijg, is dat het te vaak discussiëren over evidente dingen. Ja, en dit is dus ook besloten. Het kabinet is het hier nu nog mee eens.